Ik heb geen idee waar deze serie uiteindelijk nog naartoe gaat. En eigenlijk kan ik nog helemaal niet voorspellen wat voor team we gaan krijgen. Want bijna elke week komt er wel weer een nieuwe Nederlander of Belg uit die ik kan gebruiken voor in mijn team. En op dit moment is dat De Ligt. Hij is trouwens al 2 weken geleden waarschijnlijk online gekomen. Maar ik werk mijn video's vooruit omdat ik op dit moment waarschijnlijk op vakantie ben. Dus de komende weken komen er ook iets minder de Rode Leeuwen afleveringen online. Dus dat is wel goed om rekening mee te houden. Als ik terug ben, weer 2 per week. Maar ik denk nu 1 per week, omdat deze video's wel heel veel tijd kosten om te maken. En om zoveel vooruit te werken, dat lukt hem helaas niet. Er komen wel andere video's voor in de plaats, dus we blijven wel evenveel video's online komen. Maar iets minder Rode Leeuwen, dus 1 per week. En als ik terugkom, weer gewoon 2 per week. Maar in ieder geval, ik wil dus De Ligt hebben. 95 rated, op dit moment is hij 131.000 coins waard. Dus dat is wel aan de dure kant. En die kost dan in totaal 40 upgrade punten. Als ik hem ga upgraden van een speler tussen de 5.000 en 100.000, heb ik 40 upgrade punten nodig om die De Ligt te kunnen toevoegen. Ja, ik weet niet of dat gaat lukken, maar we gaan strijden. Want op dit moment heb ik 20 upgrade punten, dus we hebben er nog 20 nodig. Dat is wel echt gigantisch veel, maar we gaan het zo zien. We gaan het zien. Maar ik pak het rad erbij en dan gaan we gewoon lekker spinnen. Ik heb de vorige aflevering, of ik moet zeggen, wij hebben de vorige aflevering 2.300 likes gehad. Moet ik helaas naar beneden afronden. Want ja, we moeten minimaal 2.500 likes halen. Wil ik naar boven kunnen afronden. Dus ik mag nu maar 2 keer aan het rad draaien. Dus dat is niet anders. Maar ja, als we 2 keer mogen spinnen, kan je alsnog iets goeds krijgen. Dus we gaan zien. Waar beginnen we mee? Ja hoor, ja hoor. 25 upgrade punten. Oh, ondertussen bijna een boertje. Maar dat is zeg maar dikke prima. Volgende spin. En gaan we nu nog een keer iets goeds krijgen? We krijgen nu 1 pack erbij. Dan kunnen we trouwens ook gewoon upgrade punten uitkrijgen. Dan gaan we eerst even dat pakketje openen. Daarna gaan we wat comments behandelen. Dan doen we gewoon weer zo'n preview pakket. En elke Nederlander of Belg zijn 2 upgrade punten waard. Dus hopelijk krijgen we een Nederlander of een Belg. Zou mooi zijn. Nee, Brazilië. Maar daar kunnen natuurlijk nog wel Nederlanders of Belgen achter zitten. Kans is klein, maar het bestaat natuurlijk wel. Nee, Fransen krijgen we. Oké, nee, helaas, pindakaas. Dan gaan we dit pakketje ook niet kopen. Nee, maar dan gaan we nu even naar de comments. Want we hebben natuurlijk ook weer allemaal comments gekregen in de vorige video's. Deze was van Martin. Die zei dit. Upgrade Memphis Depay naar 92. Die is een beast. Ja, dat klopt inderdaad. Dat is een zieke kaart. 92 beoordeling, echt enorm goed. Ik wil even kijken hoeveel die eigenlijk kost. Want volgens mij kost die ook over de 100.000 coins. Dus dan heb ik ook voor die Depay zeg maar 40 upgrade punten nodig. Ja, die kaart die kost 200.000 coins. Dus daar heb ik inderdaad ook 40 upgrade punten voor nodig. Dus dat is een best dure kaart om er ook bij te kopen. En hier was nog een upgrade van Pieter. Die zei dit. Upgrade De Ligt voor blind als je met blind voor open goal scoort. Want blind is blind. Dus de enige manier om te scoren. Oké, nee. Maar de upgrade is in ieder geval De Ligt voor blind. En dat vind ik wel een goede upgrade. Het enige nadeel is dan wel dat Timber niet meer goed linkt. Want die linkt nu goed met blind. Ik had trouwens een mooie stemoverslag. Maar in ieder geval, die linkt nu goed met blind. En dat heb je natuurlijk niet als De Ligt daar is. Dus dan moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Maar ik vind het wel een goed idee. Want De Ligt is echt ziek, jongen. Wat een kaart is dat. Dus ik ga kijken of dat op de een of andere manier gaat lukken. En anders kunnen we natuurlijk altijd kijken nog naar een andere upgrade. Maar laten we eerst maar even gewoon lekker gaan spelen. En even gaan knallen. Zorgen dat we lekker vaak aan het rad mogen draaien. Dus dat is mijn doel. En hopelijk gaat dat lukken. Want we hebben nog maar 15 upgrade punten nodig. Dan kunnen we al een zieke kaart gaan toevoegen. Boven de 100.000 coins. En oh ja, als ik nu in deze aflevering 2 keer win. Dan ben ik al bijna gepromoveerd naar divisie 4. Krijgen we 5 upgrade punten erbij als we dat halen. Dus het zou mooi zijn. Maar dan moeten we sowieso 2 keer winnen. En zelfs dan weet ik niet eens of het gaat lukken. Nou ja, en mijn eerste tegenstander heeft een redelijk team. Ja, een beetje vergelijkbaar met mijn team. Een paar goede spelers en een paar iets mindere spelers. Maar over het geheel gezien best wel prima team. Nou, Openda. Hij is er langs, hij is er langs. Nou, paas maar opzij. Linssen. Ja, dat is al de 1-0. Let's go! Binnen 2 minuten. Nou, binnen 3 minuten. Want het was al de 2e minuut geweest. We staan er nu al 1-0 voor. Nou, dat is een lekker begin. Dan moeten we eigenlijk snel even de 2 en 3-0 scoren. Zorgen dat hij meteen gaat rage quitten. Dan hebben we extra spinpunten. Dat zou ook wel even heel chill zijn als dat gaat gebeuren. Nou, dan gaan we alweer. Openda.
tik je opzij naar blind en dan tik je terug naar Openda, was het idee. Openda is zo belachelijk snel, dat slaat helemaal nergens op. Hier even afkappen en dan, oh, ik wou net doortikken, dat gaat net niet goed. Maar mijn tegenstander, oh, nou, ik doe het zelf ook niet goed. Maar die krijgt de bal gewoon niet weg, nu ook weer niet. Dat is echt heel chill. Nou, Linssen, geplaatst schot. Oh, het gaat een dikke prima tot nu toe. Nou, Linssen, draaien, goed gedaan, het schot. Oh, dat was het bijna, dat was het bijna. Ik wil echt even die 2-0 maken, zorgen dat hij denkt, nou, dit ga ik niet meer winnen. En dat hij dan gaat ragequitten. Ja, meestal moet je dan wel 3-0 voorstaan. Maar als dat gewoon snel gebeurt, dan is het bijna gegarandeerd de ragequit. Dus ik wil dat even veroorzaken, maar dat gaat tot nu toe nog niet heel goed. Nou ja, misschien nu Sint-Juste. Hij is ook razendsnel en dan nu tikkie terug en hij gaat erin. Hij gaat erin, was dit weer Linssen? Volgens mij wel. Dat betekent dat ik nog 1 keer met hem moet scoren. Het was inderdaad Linssen. En dan heb ik een hat-trick. De keeper had hem trouwens toch bijna. Ja. Maar dat maakt niet uit. Dan hebben we nu bijna een hat-trick. En ik denk ook bijna een ragequit. Als ik nu nog 1 keer snel met Linssen score, dan hebben we gewoon een hat-trick en een ragequit. Oh, dan mogen we zo meteen echt vaak aan het rad draaien. Dus dat zou echt heel chill zijn. Dus Linssen, ik doe de bal naar jou. En nou ja, nu nog niet helemaal een solo. Of zullen we wel een solo doen? We doen wel een solo. Ik weet het niet kunnen doen. Nee, ik moet niet te gefocust gaan spelen met Linssen. Want dan gaat het ook niks worden. Hier Openda. Nou, nu wel terug naar Linssen. Ah, kijk, dat bedoel ik. Omdat ik dat dan doe naar Linssen terug, score ik niet. Oké, ik ga niet te veel op Linssen doen. Dat zei ik net ook al. Nu doe ik het echt niet meer. Nou, oké, daar gaan we. Dit zou iets kunnen gaan worden, want we hebben wel gigantisch veel ruimte. Alleen zijn verdedigers zijn ook heel snel. Maar Linssen is ook heel snel. En hier, hij loopt er helemaal door. En schot en hij scoort. Ziek. Oké, 3-0. En hij drukt op start. Zou ik gelijk hebben dat hij nu gaat ragequit? Ik zei toch, 3-0, snel, dan ragequit hij vaak. Alleen doet hij dat volgens mij nu niet. Nou, dat is dan jammer. Maar wel een hat-trick met Linssen. Wat een zieke solo-actie was dat. Ik had eigenlijk niet verwacht dat hij die nog binnen zou schieten. Nou, hij heeft 3 wissels gedaan volgens mij. Dus hij heeft er blijkbaar nog hoop in. Dat is dan wel weer jammer. Ik had gehoopt dat hij nu al zou ragequitten. Nou, dan gaan we even snel de 4 en 5-0 maken. Dat zou ook wel mooi zijn, ja. Ik denk dat hij nog wel een paar lijpe spelers erin heeft gebracht. Oké, nou, misschien dat dit iets kan worden. Openda heeft nog niet gescoord. En dat doet hij nu ook niet. Ik denk dat het nu rust is. We hadden al wel meer voor kunnen staan. Maar hey, het is prima zo. Want we hebben al wel een hat-trick. Maar het zou toch even mooi zijn als we die ragequit er ook nog bij kunnen veroorzaken. Ja, ik sta ook echt terecht 3-0 voor. Maar volgens mij hadden we inderdaad een hat-trick met Linssen. Wil toch even check voor de zekerheid, want ik begon toch even te twijfelen. Ja, inderdaad, we hebben inderdaad een hat-trick. Oké, dat is mooi, dan weten we dat nu zeker. Nou ja, dan gaan we de tweede helft spelen en eens kijken of ik mijn tegenstander ook nog kan laten ragequitten. Nou, Linssen voor zijn vierde. Ja, poei je er maar in, jongen. Haha, nice. Het zou wat zijn dat we 2 keer een hat-trick kunnen scoren met Linssen. Gaat hij dan nu wel ragequitten? 4-0? Ik denk het wel, toch? Ik denk dat hij het nu heeft opgegeven. Ah, maar blijft hij nog steeds doorspelen? Dat is irritant. Ga gewoon ragequitten. Dan heb ik weer een extra spinpunt. En dan wordt iedereen blij van. Want je gaat toch niet meer winnen. Oké, dit moet denk ik wel de volgende gaan worden. Carrasco, Carrasco. Ja hoor, 5-0. Ja, nu gaat hij niet meer ragequitten. Want de wedstrijd is al bijna voorbij. Maar wel een lekkere overwinning. Dat wel met een 5-0 voorsprong. Oh ja! Nou, en net op het moment dat ik denk, nou, nu gaat hij echt niet meer ragequitten. Ragequit hij wel, dan hebben we 5-0 gewonnen. Maar wat wel chill is, we hebben een hat-trick gescoord, we hebben een ragequit en we hebben gewonnen. Dus in totaal zijn dat 4 spinpunten. Dus dat is wel eventjes heel erg lekker. Dus dan pakken we het rad erbij en dan kunnen we lekker 4 keer gaan spinnen. Nice, oké. Okay. Dit had ik niet meer verwacht. Ik had echt niet meer verwacht dat hij zou gaan ragequitten. Maar ja, alleen maar mooi. Spin nummertje 1, waar beginnen we mee? Een challenge! Dan mogen we zo meteen weer een challenge uitzoeken. Ga ik zo meteen even kijken door de comments. Ik zal het even noteren dat ik het niet vergeet. Af en toe heb ik dat namelijk. Maar het staat genoteerd, dus nu niet meer. Volgende spin. En wat gaan we nu krijgen? Eventjes iets goeds. 3 upgrade punten. Dan zitten we nu op de 28. Hartstikke mooi. Volgende spin. En wat gaan we nu krijgen? Weer iets goeds. Ah, dit is jammer. Dan hebben we nu 27. Het kan ook niet altijd goed zijn, hè? Laatste spin. Wat gaan we nog krijgen tot slot? Ah, weer min 1. Jongen, jongen, jongen. Dan zitten we nu op de 26. Maar wat we wel hebben,
is een challenge, dus dat is wel mooi. Dan ga ik er even één opzoeken. Oké, ik heb hier een challenge gevonden van Jeff. Jeff die zet dit. Challenge, zet Henk Veerman voor 1 wedstrijd in je team. Als je dan 2 keer met hem scoort, verdien je 2 gratis upgrades. Luister naar Joran de Tiet, boos Army! Dat vind ik een goed idee. Dus die challenge ga ik doen met Henk Veerman. Dan moet ik dus proberen 2 keer met hem te scoren. En dan verdien ik 2 gratis upgrades. Dus we gaan eens kijken of dat gaat lukken. En we zijn inderdaad bijna bij de visie 4. Maar de wedstrijden tellen nu keer 1. Soms als je een paar keer achter elkaar wint, tellen ze keer 2. Maar dat heb ik nu niet. Dus dan kunnen we deze aflevering nog niet promoveren. Maar als we nu winnen, kunnen we volgende aflevering wel promoveren naar de Visie 4. En dat zou natuurlijk ook wel heel nice zijn als dat gaat lukken. Maar laten we nu even Henk Veerman maar in mijn team neer gaan zetten. Eens kijken of ik dan kan winnen en 2 keer met hem kan scoren. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, dan moet ik hem denk ik voor Linssen erin zetten. Ja, want met Openda linkt hij anders voor geen meter. Kijk, nu linkt het allemaal nog goed. Oké, dan gaan we het zo doen. Henk Veerman, jongen, jij moet het doen in deze wedstrijd. Hij heeft het in het verleden wel heel vaak voor mij gedaan. Ik heb 26 keer met hem gescoord in 21 wedstrijden tijd. Dus dat is wel vrij netjes. Ja, niet zo goed als wat Linssen doet. Die heeft in totaal 18 keer gescoord in 9 wedstrijden. Dat is wel echt lijp. En Openda doet het trouwens ook heel erg lijp. Die heeft 50 keer gescoord in 35 wedstrijden. Dat is toch ziek, jongen. Voor een 82-rated speler vind ik dat wel echt lijp. Maar we gaan nu eventjes zorgen dat we met Henk Veerman 2 keer gaan scoren. Dat moet gewoon eventjes gaan gebeuren. Dan gaan we eens kijken wat voor tegenstander ik krijg. Hij heeft Pelé. No way. Wat? Oh, die heeft hij sowieso uit de pack gekregen, non-tradable. Want de rest van zijn team is helemaal niet zoveel waard. Zou die veel waard zijn, die Pelé 98? Ja, ik denk het wel, maar ik weet niet helemaal zeker. Ik check het even voor de zekerheid. Die kaart, die is 2 miljoen coins waard. Nou ja, de rest van zijn team is helemaal niet zo duur. Dus ja, het moet wel zo zijn dat hij die Pelé heeft gekregen uit een non-tradable pack of zo. Echt bizar dat hij Pelé heeft. Nou ja, we gaan in ieder geval spelen en eens kijken of we deze kunnen winnen. Nou, Carrasco! In het midden hebben we Openda. Maar ja, we moeten natuurlijk met Henk Veerman scoren. Dus we moeten even afkappen. Dan tik je terug en dan hier Henk Veerman. Henk Veerman, jij staat daar. Ah! Dit gaat zo shit worden. Als ik alle ballen zo op Henk Veerman probeer te geven, dan gaat het vaak alleen maar slechter. Dus ik moet daar wel iets op vinden. Of ik moet eerst proberen even 1 keer te scoren. Dan hebben we iets speling en daarna alle ballen op Henk Veerman. Misschien is dat een beter idee. Oké, nou Henk Veerman, door op Openda. We hebben nu wel gigantisch veel ruimte. Dus ik ga het gewoon proberen met Henk Veerman. Gaat hij het doen? No! Oh, als ik daar nou gewoon Lins had staan, had hij waarschijnlijk wel gescoord. Oké, en dat is het nadeel van dan Henk Veerman daar hebben staan. Die maakt dit soort kansen dan toch wel net iets minder af. Ook al heeft hij vaak voor mij gescoord en veel mooie goals gescoord. Dit viel mij toch wel een beetje tegen. Nou, nu dan. Oh, dit is Bergkamp. Dit is geen Veerman. Nou, ze lijken wel een beetje op elkaar. Allebei best wel groot en allebei een beetje blond. Maar ja, ik moet wel op de rugnummers letten en dan zie je het meteen. Maar we staan nu in ieder geval wel 1-0 voor. Alleen heeft Bergkamp gescoord, dus dat is dan wel weer jammer. Maar chill is nu wel dat we misschien met iets meer rust de ballen kunnen geven op Henk Veerman. Aangezien we nu toch 1 goal voorstaan. Nou, Bergkamp terug naar Veerman. Veerman, oh, hij is er langs. Het schot. Hij heeft zo enorm lang de tijd nodig om te draaien. Carrasco, de keeper. Die staat niet goed op zijn plek. En dat was bijna de 2-0. Ja, Henk Veerman, jongen. Ik vond hem vroeger wel nice in deze serie. Maar toen had ik ook nog veel minder goede spelers. Nu ik eenmaal een tijdje speel met goede spelers, merk je wel echt het verschil dat hij toch wel net iets minder goed is. Maar het is wel een legend van deze serie. Dus daarom hou ik hem ook wel gewoon in mijn team. Maar oh, dit gaat heel lastig worden om 2 keer met hem te scoren. Nou, misschien dat dit iets gaat worden. Veerman, de keeper is uit zijn goal. Oh, en dan schiet hij hem zo shit binnen. Oké, misschien moeten we eerst even op 2-0 voorsprong komen. Voordat ik echt alles op Veerman ga doen. Want dan weten we zeker dat we in ieder geval gaan winnen. Nee, ik wil ook winnen, want we willen natuurlijk ook promoveren naar divisie 4. Het is een rust, we staan dus 1-0 voor, wat natuurlijk prima is, maar Henk Veerman, die challenge, ik weet niet of dat gaat lukken, man, dit is echt lastig. Ja, en ik wil dus ook gewoon winnen. Nou, we zien het wel, misschien dat het wel gaat lukken, misschien niet. Ik ga in ieder geval mijn best doen, dat is één ding wat zeker is. Nou, mijn tegenstander begint ondertussen behoorlijk druk te zetten en ik ben een paar keer goed weggekomen en nu kwam ik wel echt goed weg. Oh, dat was trouwens best de overtreding, maar hij speelt echt ultra aanvallend, mijn tegenstander, maar daardoor heb ik wel gigantisch veel ruimte. Dus na Henk Veerman, ik durfde de paas niet aan. We noemen hem even hier opzij. Ik wil eigenlijk naar Carrasco. Misschien dat het nu iets gaat worden. Henk Veerman afkappen en dan boom! Zou wel mooi zijn geweest. Het was in ieder geval weer een kleine kans. Maar we moeten wel echt uitkijken dat we geen tegengoals gaan krijgen. Want mijn tegenstander, zoals ik al zei, speelt ziek aanvallend.
Nou, Bergkamp, dit kan hem worden en dit wordt hem ook. Oké, top, dan staan we nu 2-0 voor. Twee keer Bergkamp, wat natuurlijk wel nice is, maar daar heb ik niet zo heel veel aan. Want we hebben hem wel mijlpaal trouwens met Bergkamp, daar hebben we wel wat aan. 50 keer met hem scoren en ik mag hem gratis upgraden naar zijn moment icon. Dat is wel lijp, dus misschien dat we daar in de buurt gaan komen. Dus daarvoor zijn die goals chill, maar voor mijn challenge zijn ze niet chill. Nou, daar gaat hij met Pelé. En ja, oké. Nou, ook wel verdiend. Hij bleef doorstrijden. En nu scoort hij eindelijk zijn goal met Pelé. Ja, het is wel echt een zieke speler. Hij is snel schiet. Ah, hij is echt bizar goed. Maar we staan nog steeds voor. Dus in dat opzicht is er nog niet zoveel aan de hand. Nou hier, Bergkamp voor Hendrik. Dat zou mooi zijn. Jawa! Nice, dan is de buit nu wel binnen. En we hebben weer een hat-trick, alleen met de verkeerde speler. Maar nice dat Bergkamp ook een keertje een hat-trick scoort. Heeft hij volgens mij nog niet vaak gedaan. En nu gaan we wel hard op weg richting die 50 goals. Nou hier, de volgende goal, Openda. Nou ja, dan heeft hij ook nog zijn goaltje meegepikt. Dan hebben we de tegenstander uiteindelijk nog best wel kapot gemaakt. 4-1 nu. Ja, de scheids heeft afgefloten, dus we hebben uiteindelijk 4-1 gewonnen. Prima uitslag. Bergkamp die mag de bal mee naar huis, dus dat is ook erg lekker. Dus we hebben gewonnen, dat zijn 2 spinpunten. En een hat-trick, dat is 1 spinpunt. Dus toch even 3 keer aan het draad draaien. Prima uitslag. Openda met 3 assisten. Die geeft ook veel assisten hoor. Dat is niet normaal. Maar ja, helaas hebben we de challenge niet gehad met Henk Veerman. Ik heb mijn best gedaan. Maar het scoren, dat wou echt niet lukken. Nee. Maar we pakken de draad erbij. En we gaan eens kijken wat we nog kunnen gaan krijgen qua upgradepunten of dergelijke. Zou het mooi zijn als we wat goede dingen gaan krijgen. Waar beginnen we mee? We krijgen nu 3, dus dat is mooi. Dan zitten we nu op de 29. We komen eraan, we komen eraan. Volgende spin. En gaan we nu nog een keer iets goeds krijgen. We krijgen een 1 erbij. Dan zitten we op de 30 upgrade punten. Laatste spin. En gaan we nog een keer iets goeds krijgen. Dat zou helemaal mooi zijn. Ja hoor. We hebben 35 upgrade punten. Oh, dat is echt ziek. Oké, dus dat betekent dat we nu nog net te weinig upgrade punten hebben. Om zeg maar de licht of andere 100k plus spelen toe te voegen. Maar in de volgende aflevering gaat dat waarschijnlijk wel lukken. Ik kan me niet voorstellen dat we niet voor elkaar krijgen. Dat we minder dan 5 upgrade punten in de aflevering krijgen. Ook omdat we als we de volgende aflevering 1 keer winnen. Dan promoveren we naar de Vieze Wier. Dan krijgen we sowieso 5 upgrade punten. Dus volgende aflevering promoveren staat gelijk. Gelijk aan 100k speler erbij voor in mijn team. Oh, maar dan moeten jullie even laten weten welke speler dat dan moet zijn. Ja, De Ligt is een hele zieke speler. Maar we zouden ook bijvoorbeeld eventueel Van Dijk kunnen toevoegen. Die guy is ook echt extreem ziek als centraal verdediger. Of Koeman, dat zou ook kunnen. Laat mijn ideeën weten achter in de comments. Want er zijn natuurlijk heel veel 100k plus spelers die we kunnen toevoegen. Of De Bruyne zou ook kunnen, team of the season. Ik ga trouwens Linssen weer in mijn baaself neerzetten. Henk Veerman, je hebt het niet zo goed gedaan. Nee. Sorry Veerman. Maar ja, Linssen speelt toch wel net iets chiller. Maar laat me weten in de comments wat jullie vinden wat ik moet gaan doen. Maar dat was dit voor deze aflevering. Bedankt jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Als jij nou onmeunig hebt genoten van deze video, vergeet dan natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan ga ik even woep opzij. En dan komt hier een video te staan. Die kan je checken. En ik denk dat je die ook wel leuk vindt. Dus nou, misschien leuk om nu dan te kijken. En hier kan je op drukken en dan kan je abonneren. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar dit was het echt. Joejoe!